De brandweer wist het vuur hier een halt toe te roepen, al werd de muur van de tennisclub flink beschadigd. De club moest sowieso verhuizen in 2015, dus het is nog maar de vraag of het de moeite waard is om alles weer te repareren. Ja, ik denk dat het toch gelijk al, eer dat je alles weer op orde hebt, dan ben je zo weer een 10.000, 20.000 euro kwijt. En dat vind ik dan zonde van de centen. De Tilburgse stadsporthal brandde afgelopen weekend helemaal uit. De brandweer moest alles op alles zetten om goed bij het vuur te komen, dus er werd flink huis gehouden op het terrein van de tennisclub. Daar zijn poorten voor weggehaald, er is schaars weggehaald, dus dat alles bij elkaar is toch nogal een heel werk. Maar handel zijn er wel op ingesteld om hier nog op 2015 vol te maken met onze leden en onze contractanten. Als het niet anders kan, dan denk ik dat de beste manier is om hier niet te investeren en gelijk over te gaan tot de nieuwbouw.